Op Havezate, de Oldehof bij Vollenhoven, woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog twee zusters. Jeannette en haar jongere zuster Isabella Sloet van Marksveld. Jeannette en Isabella verborgen onderduikers in hun huis. Nou, we gaan nu naar de plek waar hier de onderduikers verstopt zaten in de oorlog. Wat waren dit voor vrouwen? En hoe hebben zij de oorlog beleefd? Hierover vertellen Jan Wester, die alles weet over de adellijke familie Sloet, en Martin van der Linden, gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog. Voor de oorlog was een hechte band ontstaan tussen de koninklijke familie en de jongste zuster Isabella Sloet. Zij was tot 1927 als opvoedster van prinses Juliana in dienst van het hof. Een oudere zuster, Catharina Elisabeth, was tot 1904 ook hofdame van Wilhelmina geweest. Een adellijke familie die op het platteland leefde, eerst in Vollenhoven en in Marksveld. Daar noemen ze ook Sloet van Marksveld, hoewel de familienaam nu weer Rood Ruitenborg is. Maar om aan te geven op welk landgoed je woont, anders ga je natuurlijk gauw verwisselen met mensen. En dat moet je ook niet hebben. Dus vandaar dat zij zich noemde Sloet van Marksveld. In 1903 zijn de ouders zeg maar, van Elisabeth en tante Isho, zoals dat dan meestal in de familie werd genoemd, hier verhuisd naar de Oldehof. Het was de bedoeling om het af te breken, maar ze hebben het uiteindelijk toch weer in oude glorie een beetje hersteld. Twee hofdames had je, die verbonden waren aan het hof. De eerste hofdame die eigenlijk Wilhelmina ontving, was een dochter. Dat was Catharina Elisabeth Baudwina, CEB, genoemd naar haar moeder. Zij ontwikkelt zich eigenlijk ook tot een vriendin van koningin Wilhelmina. Ze hebben een hele goede band met elkaar. En ja, als in 1909 Juliana dan wordt geboren, ja, dan zeg je, ja, je moet eigenlijk een nanny hebben, een opvoedster, iemand die haar altijd begeleidt. Nou, ik heb nog een jongere zus. Nou, op die manier denk ik is het zo gegaan, hè, dat men toch vertrouwen had in de familie. Hè, hoewel de Sloeten natuurlijk al jaren aan het hof verbonden waren. En dan, wat nog een bijzonder is, is natuurlijk in het huwelijk van Bernard en Juliana. En dan wordt tante Is ook uitgenodigd. En de jurk bestaat nog steeds, een paarse jurk. En de schoentjes bestaan ook nog. En dat is eigenlijk een beetje ook symboliek voor de eenvoud van de Sloeten. Zo hebben ze dat ook een beetje overgebracht, denk ik, op Juliana. Want dat was de koningin naast de rode loper. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus het geeft twee dingen. De eenvoud weer, hè, de zuinigheid. En een stukje van de jaren 30, de zuinigheid en de crisisjaren eigenlijk. Maar dan komt de oorlog. De koninklijke familie vertrekt op dringend advies van de regering naar geallieerd gebied. Eerst naar Engeland, waar koningin Wilhelmina tot mei 1945 zal blijven. Juliana reist met haar gezin door naar Canada. Nou, om 29 november 1943 is hier in de gracht of een Duitse Messerschmitt, een Duitse jager, neergestort. En ja, die was op die dag eigenlijk in gevecht met een aantal Amerikaanse jagers. Hier in de omgeving, samen met twee andere Messerschmitt, twee collega's van hem, waren ze in gevecht. En eigenlijk zijn op die dag al die drie vliegtuigen, die Duitse vliegtuigen, hier in de omgeving neergestort. Als je kijkt naar de oorlog, kijk, die band met het koningshuis was heel sterk eigenlijk, zoals we zien, met de Vrolijks. En in de oorlog is eigenlijk de eerste jaren hier nog best rustig, want de eerste jaren gebeurt er eigenlijk nog niet zo heel veel. Maar je ziet eigenlijk dat pas vanaf 1943, dan stort hier een vliegtuig neer in de gracht. In 1944 komen hier al de eerste onderduikers, komen hier parachutisten neer. Dus eigenlijk die strijd, die verplaatst zich steeds meer ook naar Nederland en krijg je hier op de Oldenhof krijgt men er steeds meer mee te maken. En op 17 november 1944 was hier een grote razzia in de Noordoostpolder. En die razzia die werd eigenlijk georganiseerd hier vanuit de Oldenhof. Rauter, de hoogste SS-baas, die is hier 3 dagen geweest vanaf 17 november. En van hieruit ging hij met zijn manschap de polder in om allerlei mannen en jongens op te pakken die daar aan het werk waren. En eigenlijk waren ze daar aan het werk om te ontkomen aan de werkstelling in Duitsland. Dit hele huis stond vol met Duitse militairen. De Freules die
naar het schijnt werden die ondergebracht in een klein kamertje. Maar de rest van het huis zat dus vol met Duitse soldaten. Nou, moet je nagaan hoe dat voor twee van die dames is geweest, zeg maar. Dat is heel, want die wisten ook niet wat er gebeurde. Dat is heel spannend, is dat voor ze geweest. De Freules werden met gevaar omringd. Een luchtgevecht dat in hun slotgracht eindigde. De Duitsers, die overal in het stadje Vollenhoven zaten en zelfs tijdelijk hun eigen huis hadden bezet. Toch hebben de Freules 2 maanden na de grote razzia het risico genomen Amerikaanse vliegers in hun huis te laten onderduiken. In de buurt van Ossenzeel waren ze neergestort en ze moesten zich uit de voeten maken bij het vliegtuig. En toen zijn ze een heel eind gaan lopen en toen kwamen ze uiteindelijk bij Sint-Jans-klooster. Kwamen die vliegers, werden ze daar opgepikt door het verzet. En de verzetsgroep uit Vollenhoven die heeft ze toen hier tijdelijk ondergebracht op de Hollenhof. En eigenlijk bij de bevrijding van Vollenhoven zijn ze allemaal weer tevoorschijn gekomen. En het is ook wel bijzonder, daar zijn beelden van bewaard gebleven. Maar we hebben ook die Amerikaanse vliegers echt door de straten van Vollenhoven zien lopen. En die worden dan ook toegejuicht en mensen willen hun handen schudden. Of de Freules ook aanwezig waren bij deze uitbundige bevrijdingsdag in Vollenhoven? Ze zullen vast de bevrijding wel gevierd hebben, maar in alle eenvoud zoals het bij hun paste. Jeannette stierf al kort na de oorlog in 1946. Isabella is tot op hoge leeftijd op de Oldehof blijven wonen, sober en stilletjes. De koninklijke familie bleef haar zo nu en dan opzoeken.